Deze les gaat over de positieverba en de preposities. Twee moeilijke woorden, maar ik geef nu uitleg. Je ziet dit schema. We gaan enkele verba leren: liggen, staan, hangen en zitten. Geen moeilijke werkwoorden, geen moeilijke acties. Als we zeggen liggen, dan gaat dat over dingen. Kijk naar het boek. Het boek ligt op de tafel. Ligt voor een enkelvoud. Liggen voor een meervoud. Ik lees het voorbeeld rechts. Het tapijt ligt onder de tafel. De kranten liggen op de tafel. Alles wat horizontaal is, is liggen. Tweede verbum, staan. Alles wat verticaal is, staan. Eén iets, de kast, staat tegen de muur. Meervoud, de stoelen staan naast de tafel. Derde verbum, hangen. Je ziet de tekening, hangen. De trui hangt aan de kapstok. Meervoud, de foto's hangen aan de muur. Vierde verbum is zitten. Ik zit op een stoel. Jullie zitten in de zetel. Je kan dat ook gebruiken voor objecten. De pen zit in de pennenzak. De sleutels zitten in mijn zak. We kijken ook naar de preposities, de voorzetsels. Kijk goed naar deze tekeningen. In de eerste tekening staat het konijn tussen de krokodillen. Tussen. In de tweede tekening staat het konijn achter de krokodil. Konijn staat achter de krokodil. De derde tekening staat het konijn voor de krokodil. Voor. In de vierde tekening zit de konijn in de fles. Het zit in de fles. Onderaan, het konijn staat naast de krokodil. Daarnaast, de konijn zit op de krokodil. En het konijn ligt onder de krokodil. We gaan dit gebruiken om een kamer te beschrijven. Wat zie je in deze kamer? Er staat een tafel. Er staat een stoel. Er staat een eenzit. Kan ook langere zinnen maken. Er hangt een klok aan de muur. Er staat een vaas op de tafel. Er ligt een boek op de tafel. Er ligt een bal onder de tafel. Er ligt een tapijt voor de eenzit. Er staat een kat naast de zetel.